Hoi allemaal en welkom bij deze tutorial over het tekenen van de dennenboom. En het leek me eens goed om daar even goed in te duiken. Dus het is alleen maar één soort dennenboom wat ik nu ga behandelen. En op mijn Patreon pagina heb ik een lifetime recording hier helemaal van gemaakt. Maar ook deze is perfect te volgen. En wat ik gebruikte is zo'n schetsboekje. Super goedkoop, 50 cent. Ideaal voor je tekenstudies. Nou, waar je wel goed rekening mee moet houden, is als je een boom tekent, dat deze dus rondom loopt. En je ziet hier aan de linkerkant het voorschetsje wat ik al had gemaakt, ter voorbeeld. Maar dit is dus wat ik bedoel met het ronddenken. Heel veel beginnende kunstenaars die bomen gaan tekenen, in dit geval een dennenboom, die denken vrij plat. Maar waar je aan moet denken is als je aan de bovenkant, dus van bovenaf, op een boom kijkt, is dat die takken van alle kanten vanuit die stam komen. Dus dit is de platte boom. En waar je dan eigenlijk aan moet denken zijn takjes die ook naar achteren gaan en naar voren komen. Wat je dan krijgt is een driedimensionale boom. En bij de dennenboom kun je deels ook de stam een beetje tussen die takken doorzien. Dus we denken rond, dus in 3D. Hier zie je bijvoorbeeld de stam die net tussen wat takken door te zien is, zeg maar. En zo is dus ook de opzet en hoe je moet denken. En wanneer je dan wat schaduwen en wat achtergrondbomen toevoegt en een klein beetje lucht, dan heb je al heel gauw een hele overtuigende bomentekening. Ik zal eens demonstreren hoe ik dit aanpak. Je ziet dus, zeg maar, uitgaande van die stammen, of die stam en die takken, die dus rondom groeien, begin je bijvoorbeeld te tekenen vanaf boven naar beneden. Het eerste wat je misschien opvalt, is dat ik verticale lijnen trek. In het geval van een dennenboom, daar zitten van die naalden aan en die naalden in dit geval vallen naar beneden. Er zijn natuurlijk honderden soorten dennenbomen, maar ik vind deze erg mooi. En het is ook grappig om te zien dat als je rekening houdt met het soort van blaadjes, want dennennaalden zijn niets meer dan opgerolde blaadjes eigenlijk. Dan kun je dit dus heel goed benaderen door dus al de lijntjes in een verticale richting te houden. De zon komt van linksboven in dit geval. Dus de schaduwen vallen aan de onderzijde van die takken die dus behangen zijn helemaal met al die kleine dennennaalden. Je ziet dat ik naar beneden toe steeds wat harder op het potlood druk. En het is ook een leuk effect om onderin wat van die dorre takken te tekenen, hele oude takken. En dit is ook duidelijk om te zien hier. Bovenin is heel licht, terwijl onder veel en veel meer contrast wordt getekend. Daar valt natuurlijk de meeste schaduw. En een boom die heel hoog is, is bovenin wat vager om te zien dan helemaal onderaan. Ook dit werkt mee met het driedimensionale effect wat ik wil geven aan die dennenboom. Als je dan de meeste van die verticale lijntjes getrokken hebt, dan kun je her en der wat takken ook tussendoor tekenen. Dus dat doorzichtige, dus dat je deels de stam ziet, geldt ook voor de takken. De takken die naar voren toe komen, die krijgen bij mij het meeste detail. En in de achtergrond zitten natuurlijk ook nog takken. Dus daar kun je dan wat vager de boel inschaduwen. Dit soort schetsjes zijn al heel snel gemaakt. Ideaal ook voor die mensen die graag buiten tekenen. En schetsend leer je heel veel en leer je heel goed te kijken naar hoe bijvoorbeeld... Oh, trouwens, dit is de Staedtler Luminance grafietpotlood. Maar dit is natuurlijk ook toe te passen op pastelpotloden en op houtskool. Dus het gaat puur om de tekenrichting waar ik op aas. En wat jullie schetst dus ook als je buiten graag schetst, dat je al heel gauw een hele overtuigende bomenpartij kan gaan tekenen. En inmiddels ben ik dus steeds verder en verder naar beneden aan het tekenen. En tussendoor teken ik dus wat takken die juist naar voren moeten komen. En een beetje in de achtergrond wat vage lijnen. Natuurlijk wil je je boom ook een plek geven op je tekenvel. En dit gebeurt al heel snel door wat schaduw toe te passen. De schaduw zelf teken ik juist horizontaal in. Dus dat is de schaduw die valt op de bodem onder die dennenboom. De schaduw is het donkerst dicht bij de boom. En wat vager naarmate die naar de top van de boom gaat. Dus de schaduw van die top. Ik heb nu een licht geel pastelpotlood gepakt. En dit is meer om jullie te laten zien hoe zeg maar de kleuren, dus de lucht achter die boom, hoe die ook weer deels door die boom heen schijnt. Dus lichtgeel onderin heb ik gebruikt, hier een wat donkere geel. En je ziet hier dat ik dus deels tussen die takken door dat geel inzet. Dit is even puur voor jullie om te laten zien wat ik nu dus eigenlijk geschetst heb. Het is bovendien erg mooi ook om op dat goedkope kladbladpapier, om daar een beetje met kleur ook in te oefenen, zeg maar. Ook dat is ideaal. En omdat dat kladpapier een beetje gelig is, het is ontzettend goedkoop, een soort van krantenpapier, zullen we maar zeggen, kun je er ook met wit overheen gaan. Dus je kunt zelfs bij wijze van spreken een kerstlandschap ervan maken als je zou willen. Dus ik heb ook wat wit ingezet bij de lichtbron zelf, linksboven. En voeg je dan voor de lucht zelf ook nog een beetje blauw toe. Dan krijg je al heel snel een heel mooie luchtpartij. Dus ook dat weer om dat 3D-effect van die dennenboom extra naar voren te laten komen. Dus ik teken wat flauwe wolken achter die dennenboom. En dit is puur dus ja, om een beetje een gevoel te krijgen bij hoe staat die dennenboom nou in die natuur. Dit is een 2H grafietpotlood. En dat is bijvoorbeeld weer ideaal voor het tekenen van bomen helemaal in de verte. Daar kun je dus gewoon kleine scribbly lijntjes voor gebruiken. En dan gewoon om zeg maar de illusie van ja, wat dennenbos idee in de achtergrond in te tekenen. En dit is dus dan de bodem zelf. Dus die heel belicht is. En die kun je dan nog eens om die schaduw heen tekenen bijvoorbeeld. Om die schaduw weer extra eruit te laten komen. Hele leuke studie dus. En teken er zoveel je wil. Je zal zien dat iedere dennenboom weer anders eruit springt. Dus perfecte oefening. Heel veel plezier ermee. En ik hoop op een dikke duim omhoog natuurlijk. Mocht je deze video leuk gevonden hebben. Check ook eens mijn Patreon pagina. Daar staan ook nog veel meer tips op trouwens. Over van alles en nog wat. En ook de real-time opnames. Tot volgende week vrijdag. Heel veel plezier ermee. En groetjes van Lineke.